100 Stratumse gezinnen die het niet breed hebben, maar wel van lekker eten houden, die kunnen hier in het Kruidenhuis terecht om een speciaal pakket op te halen. En in dat pakket zitten alle ingrediënten voor een uitgebreid avondje gourmetten. En er is ook een halal versie. Er wordt gehakt gemaakt met wat kruiden. Er worden shashlik spiesjes gemaakt met vis. Er gaat een lekker tzatzikis knoflooksausje komt erbij. De kruidenboter waar ik mee bezig was. Dit is een initiatief dat wij willen dat gezinnen met kinderen die niet zoveel geld hebben, eigenlijk gewoon ook gewoon kunnen genieten van Sinterklaas. En dat ze gewoon echt samen gezellig kunnen eten en dat gewoon voor iedereen mogelijk is. Dat zou het fijnste zijn. Nou, op dit moment zijn er denk ik 30 bollen nu doorheen. En ze worden gebruikt voor de knoflookboter en voor de tzatziki. Er komen tomaten, komkommer, een eiersalade en een komkommersalade. En dan hebben we nog iets van prei en champignonnetjes. Daar kun je 3 dagen van eten volgens mij. Ik denk het wel, ja, ja. De pakketten zijn mogelijk gemaakt met donaties van bewoners en bedrijven uit de buurt. En in samenwerking met Buurt in Bloei. De gezinnen kwamen zelf op het idee van het gourmetpakket. Ik heb eigenlijk aan meerdere gezinnen gevraagd, wat zou je het fijnste vinden, wat het feestelijk zou voelen op Sinterklaas. En dat was gourmet. Dus dan doen we dat natuurlijk. Alle Stratumse families die meedoen bleken over een eigen gourmetstel te beschikken. Dus die hoefden niet meer te worden geregeld. Wat wel nodig was, is een flink aantal vrijwilligers. Normaliter ben ik ondernemer, ZZP'er. En ik heb nu enorm veel tijd over, omdat ik normaal in de festival-eventbranche werk. En ik vind het ontzettend fijn om me in te zetten voor goede doelen en voor anderen. Dit weekend staat er in 100 huizen dus gourmetten op het menu. De brandweer is nog niet gewaarschuwd. Genieten staat nu even op nummer 1. Het is gewoon fijn als iedereen gewoon genieten kan. Dat is gewoon belangrijk. En in mijn mening is het, als je gewoon deelt, maakt niet uit wat je deelt. Of als je kennis deelt, goederen, geld, als je alles deelt, dan is er een overvloed van alles. En dat is eigenlijk gewoon fijn om te weten en belangrijk. En dat is gewoon zo.